Hi, in deze video duiken we in de wereld van de farmaceutische industrie. Onder bijna elke video die wij posten vragen jullie wel of we aandacht kunnen besteden aan Big Pharma. En dat is precies waar we het over gaan hebben. Maar voordat je je verslikt in ons dossier, moet ik erbij zeggen dat om dit verhaal goed te vertellen, we heel veel informatie aan je gaan geven. Let eens goed op. We gaan het hebben over een nieuw, peperduur en omstreden Alzheimer-medicijn. Patiëntgegevens die goud waard zijn voor onderzoeken en de rol van het grote geld van een investeringsfonds. We stuiten tijdens ons onderzoek op een ingewikkeld netwerk waarbij een ziekenhuis nauw samenwerkt met de farmaceutische industrie. Iets dat volgens het ziekenhuis zelf noodzakelijk is voor medicijnontwikkeling. Maar hoe helder is dat voor patiënten die een ziekenhuis binnenkomen voor zorg en behandeld worden voor een dokter waarvan ze niet weten dat hij ook adviseur, onderzoeker en zelfs investeerder is? Dus ga er, net als ik, even voor zitten, dan neem ik je mee in ons onderzoek. We beginnen met dit medicijn. Let op, tongbreker, aducanumab. Een medicijn dat de strijd moet aangaan met volksziekte Alzheimer. Begin dit jaar keurt de Amerikaanse medicijnautoriteit dat medicijn goed. There is a new weapon in the fight against Alzheimer's disease. The FDA has just approved a new treatment drug, and it's the first that the agency has approved in 18 years. It's an historic day for the company. And I want to applaud the amazing job made by all my colleagues. Dat is niet zomaar een berichtje uit de medische wereld, maar zou echt een mijlpaal zijn. Alleen al in Nederland zijn er 300.000 Alzheimer-patiënten. Ze lijden aan een dodelijke ziekte. Daar is geen medicijn voor, geen behandeling ook. En als dat er nu dan wel zou zijn, prachtig. Maar al snel blijkt er van alles mis te zijn met dit medicijn. Patiënten merken amper verbetering. Er is risico op ernstige bijwerkingen. En het is ook nog eens peperduur. In Amerika kost het nu omgerekend ongeveer 50.000 euro per jaar. En ook over de goedkeuring door de medicijnautoriteit in Amerika zijn er vragen. The approval of aducanumab was very controversial. The FDA used a mechanism called accelerated approval, which did not require the drug to demonstrate that it's beneficial to people. Neuroloog Peter Whitehouse is een oude rot in het vak en wereldberoemd. Hij werkte jarenlang als hoogleraar samen met de farmacie in Amerika, maar hij brak met de industrie. Even over dat omstreden medicijn. De werkzame stof heet, tongbreker, komt hij weer, aducanumab. Dat ruimt een specifiek eiwit in de hersenen op. De farmaceutische industrie pompt al miljarden in de ontwikkeling van dit type medicijn. Maar volgens experts is nog onduidelijk of dat eiwit ook de oorzaak is van Alzheimer. En is dus ook onduidelijk of het wel genezend werkt. It's not clear that having amyloid in your brain is necessarily a bad thing for all people. There are lots of studies that show that perfectly functional people who are thinking well in their community have amyloid in the brain and it has not yet affected their performance. Whitehouse is niet de enige met kritiek. Ook de hoofdredacteur van het Nederlands tijdschrift van geneeskunde, Marcel Olderikert, is niet overtuigd. Het grote probleem is dat we dus wel in staat zijn met die medicijnen om die eiwitten aan te pakken, maar dat het absoluut niet zo is dat die eiwitten rechtstreeks ook zorgen dat je beter gaat functioneren als je ze weghaalt, dat het brein het beter doet. Er is geen heldere relatie daartussen. In Europa is het medicijn nog niet goedgekeurd en Nederlandse artsenverenigingen zijn op voorhand terughoudend over eventueel gebruik. Maar toch is er een vooraanstaande Alzheimerarts die wel enthousiast is over het nieuwe middel. En dat zien we begin juni op de Nederlandse tv bij talkshow Op1. Het bijzondere van dit medicijn is dat het de ziekte in de oorsprong aanpakt. Hè? Dus de ziektemakende eiwitten van Alzheimer, amyloïd, wordt door dit medicijn in de basis aangepakt en ook echt opgeruimd. Dit is Philip Scheltens, een arts die al jarenlang onderzoek doet naar Alzheimer-medicatie. Na 18 maanden waren een aantal van de patiënten waren gewoon schoon. Ja. Ik heb het eerder wel eens genoemd, het is een soort van stofzuiger waarmee je dan het brein helemaal schoonmaakt. En dat is echt heel bijzonder, want tot voor kort was dat helemaal niet mogelijk. Toen mijn collega Machtels Veen en ik dit op tv zagen, dacht ik, waarom is deze arts zo lovend over dit toch tegenvallende en controversiële medicijn? Dr. Philip Scheltens is een vooraanstaand Alzheimerarts en directeur van de Alzheimerkliniek van het Amsterdam UMC. Goedemorgen, welkom in het Alzheimercentrum. Ik ga u laten zien wat er gebeurt als u zich gemeld heeft bij de balie. Komt u met me mee? Patiënten die zich hier melden ondergaan op één dag allerlei onderzoeken. Dat is een one-stop-shop, zoals Scheltens het zelf noemt.
Elk onderzoek levert gegevens op die aanwijzingen kunnen bevatten voor de ziekte van Alzheimer. Patiënten voeren een gesprek met een verpleegkundige, ondergaan psychologisch onderzoek, worden gescand, staan bloed af en krijgen een ruggenprik om hersenvocht af te tappen. Een unieke aanpak, want in één keer al die onderzoeken voor de diagnose Alzheimer, dat gebeurt nergens anders in Nederland. Diagnostiek moet je eigenlijk zo doen dat je met de makkelijkste middelen begint. Dat wil zeggen een goed gesprek, het verhaal van de patiënt, het onderzoek van de patiënt. En vaak levert dat al genoeg op. Marcel Olderickert schreef samen met zijn vakgenoten het standaard protocol om de diagnose te kunnen stellen. Je zet die ruggenprik dus niet meteen in? Absoluut niet. Het Amsterdam UMC zelf zegt dat deze werkwijze aansluit bij de richtlijn die artsen moeten volgen. Maar ook Peter Whitehouse is kritisch. The answer to your question is very clear. You don't have to do a lumbar puncture on people for the most part. It's unusual for a purely clinical reason that a lumbar puncture is necessary. In een vaktijdschrift legt Scheltens uit waarvoor de gegevens dienen die hij verzamelt in de one-stop shop. Dat doet hij, schrijft hij, ook met als doel deze gegevens te gebruiken om onderzoeksvragen te beantwoorden en voor de opslag van biomateriaal in onze biobank. Uiteraard hebben we Philip Scheltens zelf ook om een reactie gevraagd en in eerste instantie wilde hij inderdaad op camera reageren. Maar later zegde hij dat toch af. Uiteindelijk kwam hij daar ook weer op terug en hebben we hem op het laatste moment deze week kunnen interviewen. Ik vroeg hem, hoe zit dat nou met die ruggenprik? Kunt u nu met uw hand op uw hart zeggen dat u nog nooit een ruggenprik heeft gezet bij een patiënt waar dat misschien niet nodig was geweest omdat u eerder al genoeg had voor een diagnose? Nee, dat kan ik niet met de hand op mijn hart beweren. Nee, er zullen zeker, af en toe zal er zeker een ruggenprik niet echt nodig zijn geweest. Voor de diagnose? Voor de diagnostiek. Maar dan vragen we toch de patiënt, vindt u het dan goed om het wel te doen om voor het wetenschappelijk onderzoek? En nogmaals, daar kunnen de patiënten ook nee tegen zeggen. Wie bij het Alzheimercentrum binnenloopt, is dus niet alleen patiënt, maar ook proefpersoon. En de behandelend arts is niet alleen je dokter, maar ook onderzoeker. I am worried that sometimes doctors do not really adequately inform people either when they're starting in research or if they it's clear they're in the research, whether they're really given enough information about a particular procedure and a particular medication that they could make a truly informed choice. Ik denk dat het allerbelangrijkste voor mensen is om zelf te kunnen kiezen, hier is een bepaald risico of een bepaalde belasting. Wil ik dat doen voor de wetenschap of wil ik dat niet doen? Kunnen patiënten van het Amsterdam UMC per onderzoek dat ze ondergaan goed weten of dat ook noodzakelijk is voor hun diagnose? Nou, patiënten geven schriftelijk toestemming voor het gebruik van hun gegevens in onderzoek. Maar dat zijn standaard overeenkomsten. Terwijl het per patiënt kan verschillen of een ruggenprik noodzakelijk is voor zijn of haar diagnose of niet. Het Amsterdam UMC zegt ook dat patiënten goed worden geïnformeerd, onder andere met folders. Maar op onze vragen kunnen ze niet aantonen of patiënten inderdaad per onderzoek en duidelijk te horen krijgen of dat nou noodzakelijk is voor diagnostiek. Ook in de folders vinden wij daar zelf geen informatie over. Als het zo is dat patiënten niet horen dat een extra handeling bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek, dan is dat niet juist. Do they say, here we're doing this test for your clinical benefit, and here we're doing it for research? And do they make it clear that doctors have a lot of influence on patients because the patient trusts the doctor to help themselves? And so if the doctor takes advantage of that trust that the patient has in them because they're their doctor and then suddenly becomes their researcher, then that's problematic. De biobank van het Amsterdam UMC bevat, mede door de ruggenprik, inmiddels de gegevens van duizenden Alzheimer patiënten en dagelijks komen daar de gegevens van nieuwe patiënten bij. Personal data has become valuable in so many different ways. And in medicine it's very valuable. Voor de patiënt is zo'n bezoek aan de one-stop shop met bloedafname, scans en ruggenprik belastend en soms ook pijnlijk. Maar de gegevens die het oplevert zijn voor wetenschappers die onderzoek willen doen goud waard. Om de hoek bij het Amsterdam UMC ligt het bedrijf Brain Research Center. Hier worden patiënten opnieuw onderzocht, maar nu als proefpersoon. De gegevens die het bedrijf zo verzamelt, verkoopt het aan de farmaceutische industrie voor medicijnproeven. Die patiënten of proefpersonen zijn essentieel bij het doen van medicijnproeven. En artsen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij brengen patiënten die als proefpersonen kunnen dienen in contact met de industrie. Ook Philip Scheltens doet dat.
Zo verifieert hij of patiënten geschikt zijn voor onderzoek dat loopt bij dat bedrijf Brain Research Center. Meld u daarom aan voor onderzoek naar Alzheimer. Ga naar brainresearchcenter.nl en schrijf geschiedenis. Dit bedrijf verzamelt gegevens bij proefpersonen om die vervolgens te verkopen aan farmaceuten. Die hebben die gegevens weer nodig voor de ontwikkeling van medicatie. Say that the average is say $15,000. Well, that says that that person's body, quite frankly, that person's contribution to the research is worth that to the drug company. Het bedrijf Brain Research Center neemt ook zelf door middel van bloedonderzoek en ruggenprikken gegevens af bij proefpersonen. Het verkoopt die gegevens aan medicijnproducenten zoals Biogen. En Biogen gebruikt ze vervolgens voor de ontwikkeling van Alzheimer-medicatie. Scheltens werkt zelf ook bij het Brain Research Center. Hij is er commissaris, medisch adviseur en consultant. Betaalde banen. De arts Scheltens selecteert dus patiënten voor het bedrijf waar hij zelf werkzaam is en geld verdient. Terug naar het optreden bij Op1. We begonnen met helemaal niks toen we patiënten echt niets te bieden hadden, niets konden diagnosticeren zelfs. En nu kunnen we ongelooflijk veel meer. Dit soort scans, dat is revolutionair. En dat we nu mensen dadelijk kunnen gaan behandelen, ja, dat ik dat allemaal mee mag maken is natuurlijk super. Het wordt aan tafel niet genoemd, maar Scheltens is ook zelf betrokken bij de ontwikkeling van het medicijn waar hij zo enthousiast over is. Zijn patiënten zijn via het bedrijf waar hij werkt als proefpersoon terechtgekomen in het onderzoek naar dat nieuwe medicijn van Biogen. Maar is daar iets mis mee? Rob van Eibergen is hoogleraar integriteit. Er is in principe niets mis met nevenfuncties voor een arts, zegt hij. Maar die moet er dan wel tenminste open over zijn. Vooral als je openbaar uitlatingen doet, moet het helder zijn vanuit welke rol je die uitlatingen doet. Ja. Daar kan het goed misgaan. Ook zorgeconoom Marcel Canois benadrukt het belang van transparantie. Het is heel belangrijk dat als je wetenschapper of arts bent, hè, dat je onafhankelijk bent. En niet alleen dat je dat persoonlijk voelt dat je dat bent, maar dat ook de buitenwereld je als zodanig ziet. Als je wetenschapper bent, moet je dat in het register op de universiteit en op je eigen pagina kun je dat aangeven. Dat is publiek toegankelijk. Dus daar kan iedereen dat vinden. Nou, hoe werkt dat? Wetenschappers moeten er zelf voor zorgen dat hun nevenfuncties vermeld staan op de website van de instelling waar ze werken. Dat zijn de regels. Zo kunnen jij en ik zien welke belangen artsen en wetenschappers hebben. Bij Scheltens was dat, voor wij met dit verhaal naar buiten kwamen, niet op orde. En zijn zakelijke belangen stonden niet vermeld. Daarmee maak je onvoldoende duidelijk wat precies je belangen zijn. Hoe transparant moet je erover zijn als arts, wetenschapper, ja, volledig. Ja, er zijn geen compromissen mogelijk op dit vlak. Dat is dan een omissie. En ik heb gezien in het filmpje, dat had ik al even gecheckt, er staan er een paar. Maar dat is een paar jaar geleden. Ik heb dat gewoon niet bijgewerkt. Nee. Punt. Heeft dit uw aandacht? Verplichte transparantie. Afgelopen weken waren andere dingen die mijn aandacht hadden. Maar ik zal u zeggen dat zo gauw, we hadden het er net over, ik ga het meteen erop zetten. Scheltens heeft nog meer banden met Biogen. Hij is tot en met vorig jaar als consultant actief bij de farmaceut. Biogen stort ook vergoedingen voor zijn werk naar een stichting gevestigd in het kantoorgebouw van het Brain Research Center. Die stichting sponsort onder meer congressen en symposia en vergoedt reis- en dinerkosten. Ook kosten die Philip Scheltens maakte voor buitenlandse reizen en congressen worden betaald door deze stichting. De kijkers van Op1 weten dat natuurlijk allemaal niet, maar ze horen wel het pleidooi voor invoering van dat peperdure en omstreden medicijn van Biogen. Het is een beetje als er één schaap over de dam is, komen er meer. En daar heeft het veld heel erg onder te lijden gehad, dat het steeds maar niet lukte en steeds dat mislukte, dat middel mislukte. Wat ik van die uitzending van Op1 heb gezien, was het meer een soort lobbyist voor dit medicijn, dan dat daar een wetenschapper aan het woord was. Die indruk kreeg u? Die indruk kreeg ik en ik denk vele anderen die dat ook hebben. Scheltens is als academisch onderzoeker ook actief bij andere bedrijven die werken aan Alzheimer-medicatie. Bijvoorbeeld een Zwitserse en Duitse farmaceut. Die Duitse farmaceut Vivorion zoekt naar hetzelfde type Alzheimer-medicijn als het in Amerika goedgekeurde middel van Biogen. Het Amsterdam UMC en Philip Scheltens worden op de website vaak aangehaald als autoriteit. En voor het Zwitserse AC Immuun geldt ongeveer hetzelfde. Dat heeft ook nog een zakelijke overeenkomst met het Amsterdam UMC, want ze huren het ziekenhuis in als locatie waar Nederlandse proefpersonen kunnen worden opgenomen als ze meedoen aan medicijnproeven van het bedrijf. Zo zijn er allerlei verbanden tussen het Amsterdam UMC en farmaceutische bedrijven. In dat netwerk vindt een uitwisseling plaats van geld,
proefpersonen en kennis. En Philip Scheltens neemt daarin een unieke positie in. You might say, well, this drug has that characteristic. Maybe that would be less likely to have that drug be approved. So I'm not going to do the study, or I'm not going to invest in that company. So the information is very valuable in that space, because the money that's made from pharmaceutical companies and from making the right investment decisions can be very large sums of money. In de uitzending van Op 1 viel ons nog iets op. En wat ik nu ook doe, is wij investeren met LSP in nieuwe bedrijven. Scheltens investeert met LSP in nieuwe bedrijven, zegt hij hier zonder verdere toelichting. De interviewers vragen niet wat LSP dan is, en voor de kijker blijft dat dus onduidelijk. LSP dus, dat staat voor Life Science Partners. Het is een investeringsfonds dat miljarden investeert in medicijnontwikkelaars. Wie een dikke portemonnee heeft, kan via dat fonds investeren in de farmaceutische industrie om daar vervolgens een mooi rendement voor terug te krijgen. We are LSP. We believe in opportunity. Do you? LSP heeft sinds kort een nieuwe tak, het Dementia Fund, dat specifiek investeert in bedrijven die Alzheimer-medicatie ontwikkelen. De directeur van het nieuwe fonds heeft een aanstelling voor 4 dagen in de week en heet inderdaad Philip Scheltens. De toelating van nieuwe Alzheimer-medicatie, zoals dat van Biogen, is voor die nieuwe werkgever van Scheltens lucratief. Omdat daarmee ook vergelijkbare bedrijven die in hetzelfde type medicijn investeren, meer waard worden. De vraag is: is het goed voor het fonds waar u werkt als er meer van dit soort medicatie wordt geïntroduceerd op de markt? Ik denk het wel, want dat is, uiteindelijk geeft dat aan dat die markt rijper wordt. Maar ik ben in loondienst en ik heb daar verder niets, maar ook niets extra's voor. Nee, niet extra's, maar het is uw werk. Ja, het is mijn werk, precies. Ja. Ja, op een goede manier te investeren. Juist. En dan heeft u belang bij de introductie van meer medicijnen. Ik heb, zeker. Scheltens is dus niet alleen dokter, maar ook medisch adviseur, consultant en zelfs investeerder. Vraagt u zich niet af, ben ik te ver gegaan door dit allemaal te willen combineren? Nee, nogmaals, dat denk ik niet. Ik heb u eerder uitgelegd dat... Dus u ziet hier geen probleem? Mijn doel is nogmaals om de patiënt uiteindelijk een betere toekomst te bieden met behulp van het ontwikkelen van geneesmiddelen, om uiteindelijk voor Alzheimer en andere vormen van dementie een geneesmiddel te ontwikkelen. En ik probeer dat op alle manieren die binnen mijn mogelijkheden liggen om dat te, laat ik zeggen, mogelijk te maken. In deze video hebben we het natuurlijk veel over neuroloog Scheltens, maar toch gaat het daar ook weer niet over. Want wat Scheltens en het Amsterdam UMC doen, is niet zomaar per ongeluk tot stand gekomen. Het is juist de bedoeling. Dat komt omdat de politiek wil dat wetenschappers en universiteiten een deel van hun eigen budget verdienen door samen te werken met het bedrijfsleven. Hierachter speelt dus een grotere vraag. Is dit nou de manier waarop jij en ik, wij, de samenleving, verwachten dat universiteiten omgaan met commerciële belangen? Op die vraag moet de politiek een antwoord geven. Zo, dat was hem. Mijn collega Machtelt en ik hebben hier een behoorlijke kluif aan gehad. Heb jij nou tips of informatie naar aanleiding van dit verhaal? Drop die dan alsjeblieft hieronder in de comments. Voor nu, dank voor het kijken. Abonneer je even en doei!